Hoi, ik ben Frank. Welkom bij Brouwgappers Beer Review. Laten we kijken wat er vandaag op de bierrek staat. Dus we kozen dus voor onze Watney's Scotch Ale. Dat is eigenlijk mijn persoonlijke winterse favoriet. Watney's Scotch Ale werd oorspronkelijk eigenlijk gebrouwen door Brewery of Brewery Union in Jumet. Tot 1978. Dus daarna werd dus de brouwerij in 2007 overgenomen door Alke Maas, de groep. Watney Scotch is een oorspronkelijk Schots bier van hoge gisting. En sinds ook sinds de Eerste Wereldoorlog dan hier eigenlijk in België gebrouwen wordt. Het bier zelf is 8% alcohol, of 8% EVB, zoals ze dat zeggen. Nee, ABV, AVB, ja, zoiets. Dus daarom doen we het ook in het Nederlands. We gaan eens, ja, het etiketje eens bekijken, is de goeie. Hier zit je dus ook dus het logo duidelijk van Watney, staat ook op een kroonkurk, dat is ook interessant. We zien het etiket, zien we dus gewoon dus de Schotse kleuren, zien we erin staan. Ja, ook een opbloemetje, zien we. Voor de rest eigenlijk niet echt veel bijzonders. Maar, nu, wat we nog hebben gedaan, luister hè. Dus dat is ook een mooi puffje eigenlijk dat hem laat. We hebben deze keer een scotchglas gebruikt. Dus omdat voor een echt scotch bier, kun je toch wel beter eigenlijk een echt scotchglas noemen. Ik heb nu al gekozen voor die van Gordon, maar ja. Een scotchglas is een scotchglas, hè. Dat gaat dus bij elke scotch. We gaan eens kijken, hè. Wat zien we? Gewoon een schuin kraagje erop zetten ze. We zien een rood bier. Donkerrood. Donkerrood bier. Ja, mee akkoord. Inderdaad, dat zien we. We gaan eens kijken naar de schuimkraag. Dat is ook weer, kijk, ziet, dat is weer een echte schone romige schuimkraag. Dat zien we graag, ja, bij bieren. De goede stevige body. We gaan eens kijken eens naar de geur. Of eens rieken aan de geur. De geur is waarnemen. Ah, dat is leuk. Heel moutig. Echt een aroma van karamel gewoon, hè. Precies een dessertje. Oh, die moeten we proeven, hè. Laten we eens proeven, hè. Ja. Dit smaakt naar karamel. Helemaal. Ik proef ook als je... Goed, hè. Proef je zo ook wel de... Rijpe bosvruchten. Dat smaakt hem ook naar. Zo wat kersensmaak vooral ook erin. En zeker gebrande mout. Dat proef je er helemaal in. Oh ja, dit bier is echt een topper. Echt waar. Voor de winterige dagen, garantie. We gaan eens kijken, bier en voeding voor deze. Zou ik eerder gaan voor dessert. Hier zou ik gerust een warm wafel bij kunnen eten. Zo'n Brusselse wafel, zoals zo hier lekker bij zijn. Pannenkoeken, chocolade moelleux, zou er ook heel lekker bij zijn bij dit bier. Het is eigenlijk een versterkte versie, zo precies zo van die bruine tafelbier, zo gelijk Piet Buff, zo van dat. Maar dan een goeie sterke versie. Met natuurlijk veel hoger alcohol, maar het is echt lekker bier.
Oké, ik ga deze leegmaken. Dan zie ik ze biedt wat terug voor de eindconclusie. Tot zelfs. Oh mannetjes, leeft die eens. Oké, is goed, we zijn terug, we zien het al. We zijn terug voor de eindconclusie. De eindconclusie is hier ook weer heel simpel. Dit bier is heerlijk met de koude winterdagen. Het geeft een lekker warmend gevoel. En ja, het is eigenlijk een dessert op zichzelf, als ik het zo mag zeggen. Dus laten we het daarmee afsluiten. Tot de volgende bierreview. Cheers!